Tour de France. Liefhebbers kunnen weer dagelijks genieten van de actie en ook de avondetappe is terug. Renners in de Tour de France zitten al meer dan 75 uur op de fiets. Het wordt in alle opzichten een hete derde week in de Tour. Dus waar ben je gekomen? Er is hier helemaal niets wat herinnert aan de Tour. Maar het is wel een fijne plek. We zijn in Bouzige. Herman, waar ben jij op dit moment? Ja, dat is een goed verhaal. Voor de tweede dag op rij wist je eigenlijk niet zeker of je daar ook renners te zien zou krijgen. De natuur is hier de baas op deze hoogte. Dat hebben we vandaag allemaal gemerkt. Joop Zoetemelk, hartelijk dank. Het is de Tour de France en ik ga met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence. Oh ja, ik zie al Dionne en Herman. ik hoor nu voor het eerst de nieuwe tune. Dit is de nieuwe leader tune. Het is het oude nummer wat we al 5 jaar gebruiken van Berry, Passager. En Ellen ten Damme heeft daar een Nederlandse tekst op gemaakt en heeft het opnieuw ingespeeld met haar band. En dat is heel mooi. Ik wilde al vragen, kijk je met enorme weemoed naar deze beelden? Of denk je, nee, maar dit jaar gaan we het anders doen, maar nog veel beter? Dat denk ik altijd. Dat we het nog veel beter gaan doen. Geen weemoed. Nee, joh, ik heb ontzettend zin. Echt niet? Nee. Want dat komt ooit wel weer. En nu is het even anders. Dus dat weten we al zo lang dat we dit in Nederland gaan maken. Nou ja, programma. Want welke locaties gaan jullie bezoeken? Nou, wij proberen in de voetsporen van de Tour in Nederland. En daar zijn heel veel raakvlakken met de Tour. Dus zo zijn wij in steden waar de Tour is begonnen. Bijvoorbeeld in Den Bosch of in Rotterdam of in Leiden. Maar we hebben ook gezocht naar geboorteplekken, geboorteplaatsen van oud Tour-etappenwinnaars. En je zit wel weer gewoon met mensen aan tafel. Ja. De tafel is enorm vergroot. Zoiets als dit, denk ik. Ja, zodat je op 2,5 meter van elkaar kunt zitten. Kasteeltjes, hè, zijn ook gewoon in Nederland. Dus we zitten ook af en toe bij een kasteel. En Herman, waar zit jij? Ik ga naar Frankrijk, dus ik ben daar. Gewoon zoals vanouds eigenlijk. Nou ja, het is niet zoals vanouds dit jaar. Dus ook de Tour de France niet. Want het is, wat is er allemaal anders voor jou? Bijna alles. Behalve dat ik er ben. In de buurt komen van renners wordt heel lastig. Er mag maar een beperkt aantal mensen bij. En ook s'avonds in de buurt komen, bijvoorbeeld voor de avondetappe. Contact maken met de renners in hun hotels. Ze hun microfoon onder de snuit houden. Die renners worden enorm afgezonderd. Renners, ploegen, leden van de organisatie. Die zitten in een bubbel en die mogen eigenlijk met vrijwel niemand te maken krijgen. Maar jij om de besmetting te beperken. Ja, jij zit toch ook in een soort bubbel? Ik zit in een bubbeltje daaromheen. Maar je moet ook een test doen. Volgers. Ja, ik heb al een test gedaan. Dus je moet aan de ASO laten zien. Maar hoeveel bubbels zijn er dan? Ik zit in de middelste bubbel en de laatste bubbel is gewoon het publiek. Dus het stelt niet zoveel voor het bubbeltje waar ik in zit. Maar ik heb natuurlijk wel een aantal regels om aan te houden ook. Dus je moet inderdaad ook bij de organisatie, om accreditatie te krijgen, moet je een coronatest hebben gedaan die negatief is. En dan mag je mee. En anders mag je niet mee. Want de kans op besmetting, als er renners worden besmet, als er twee renners tegelijkertijd, of twee mensen in de ploeg, dus dat kunnen ook twee mechaniciens zijn, of een masseur en een ploegleider. Als die besmet zijn, moet die hele ploeg eruit. Dus het risico is enorm. En wat ik nou zo opmerkelijk vind, dat gaat de eigen ploegarts bepalen. Als er mensen met klachten zijn, gaan ze naar hun eigen ploegarts. In principe zorgt hij ervoor dat er een coronatest is en als die positief is. Ja, maar als je toch kans hebt op de winst, dan ga je dat dus toch wel niet hoge doen? Druk op. Als je 3 dagen voor Parijs je gele trui in je ploeg hebt en er is een mechanicien met milde klachten en een ploegleider, dan moet je natuurlijk wel. Je bent een arts, dus je moet goed voor ze zorgen. Je moet een test doen. Ik ga ervan uit dat dan de arts zegt. We zijn toch vlak voor Parijs. Moeten we toch die gele trui aan iemand anders geven? Ja. Er zijn ook op rustdagen worden de renners getest door, laten we zeggen, door de organisatie zelf. Dus dat gebeurt ook nog. Maar tussendoor bij klachten worden de renners ook getest. Ja. Even naar het sportieve deel, het parcours. Bestempeld als een van de zwaarste ooit. Hè? Mark Cavendish, dat is toch niet de minste. Nee. 30-voudige etappe. Maar die houdt ook niet van bergen. Nee, maar die noemt het zwaarste ooit. Ja. Wat maakt dit parcours zo zwaar? Het zijn er veel. Ja. Het zijn heel veel bergen. En het is ook, ik
geloof de tweede dag is meteen al, hè? Nou, wat interessant is eigenlijk, we kennen het begin van de Tour de France, de Grand Départ, als een sprintweek. Er is een ploegentijdrit. En soms kan je gedurende die eerste week wel rustig wegdommelen, want het is toch, als je maar op tijd de tv aanzet, is het... Het is allemaal anders, omdat in Nice, rond Nice liggen bergen. En het wordt meteen leuk. Ja. Het is eigenlijk vanaf dag één is het leuk. Dus er is ook geen kans voor het peloton om er eens rustig in te komen. Nee, je moet echt 3 weken goed zijn. Dat is en verder, de zwaarte van de Tour hangt ook heel erg af van de renners zelf. Als die zeggen, vanaf moment 1 gaan we enorm knallen, want we hebben die coronaperiode zo lang stilgezeten en ons truitje niet kunnen laten zien, geen kans gehad om op het podium te rijden, dan wordt het een hele zware Tour. Maar als ze zeggen, nou, laten we die eerste weken tot aan de Pyreneeën maar even rustig aan doen, dan valt het wel weer mee. Kampen. Het ziet er zwaar uit, dat is wel. Ja. Nou zijn er veel toppers die ontbreken dit jaar, waaronder viervoudige winnaar Chris Froome. Een fragment van hem is voor jou erg typerend, zo heb ik begrepen. Dit fragment. En we gaan dus terug naar dat incident waar Poort geen enkele kans had hier, omdat de motor tegen een toeschouwer opbotst. Froome heeft geen fiets meer en daar zijn geen wagens. En dus gaat hij rennen. Gooit dus een fiets aan de kant, daar kan hij niks meer mee. Maar hij zal een fiets nodig hebben om over de streep te komen. Niet zozeer typerend voor Froome, als wel voor, vind ik, hoe de Tour omgaat met dit soort situaties. Want het was een finish bovenop de Mont Ventoux. Toen ging het waaien, toen hebben ze de finish naar beneden verplaatst, 6 kilometer. Daar was een aankomst, er gebeurt van alles op die berg. Nou, die Tour gaat door. Die avond, 14 juli 2016, is de aanslag in Nice. Dus dat is de avond van deze etappe. Dus de Tour staat op zijn kop, dan is er 's avonds de aanslag in Nice. Er komen meer dan 80 mensen om het leven, 2,5 uur hier vandaan. Gaat de Tour door of niet de volgende dag? Wat doen we hiermee? Zo'n gigantische klap voor dat land. En dan is eigenlijk de Tour zegt, ja, wij zijn de Tour. Wij zijn Frankrijk. We laten zien dat we doorgaan. En dan besluit die organisatie om die tijdrit, want dat was het, uiteindelijk gewonnen door Tom Dumoulin, zo aan te passen dat het sober is. Geen reclamecaravaan, geen muziek. Geen toeters en bellen, maar de Tour moet door. Ja, dat is altijd, hè? Dat lijkt dit jaar ook zelfs nu. Nou ja, de Tour gaat door. Of ik weet niet of hij aankomt in Parijs. Ik weet niet wie. Of misschien komt hij wel ergens anders aan. Of misschien houden we er wel eerder mee op. Maar er komt een winnaar, daar ben ik van overtuigd. Er wordt gekoerst en er komt een Tour de France. Ja. Maar hoe die eruit ziet... Ik heb nog een fragmentje wat jou bijzonder aansprak. Tom Dumoulin, een van de kanshebbers. Wie niet, zou ik zeggen. En jij hebt speciale herinneringen aan zijn overwinning tijdens de Koninginnenrit. Ja, weer 2016. Ja, joh. 500 meter nog, hij gaat het halen. Onwaarschijnlijke etappezegen voor Tom Dumoulin. Hij gaat het dus echt doen. Gisteren nog in een camper. Vorig jaar lukte het geen enkele Nederlander. En kijk eens hier, solo. Machtig. Hij zou aanvankelijk de Tour niet rijden. Maar die Giro deed hij niet, dus dit moest. Geweldig. Wat een race heeft deze man gereden. In elke grote ronde nu een etappe gewonnen. Dit zal ons bijblijven. Ja, Dionne, dan ga ik natuurlijk toch vragen hoe je zijn kansen nu inschat. Ik ben zeer om in de rode draad van deze uitzending te blijven. Hoopvol. Ja. Maar ja, ik vind het wel, dat vind ik ook zo mooi aan deze Tour. Ik denk dat renners zelf, alhoewel Tom weet volgens mij wel dat het goed met hem gaat. Dat hebben we ook wel kunnen zien al in de Dauphiné. Maar ik denk dat heel veel renners zelf ook denken... Ja, ik weet het niet. Ze hebben natuurlijk een totaal ander seizoen gehad dan ze gewend zijn. Dus hoe dan zo'n 3 weken vallen, volgens mij kunnen ze zichzelf ook nog behoorlijk verbazen. Maar ik ben zeer hoopvol over Tom Dumoulin, ja. Andries Knevel ook een liefhebber van de Tour, toch? Zeker. Al een jaar of 60. Al een jaar of 60? Zoiets. Ben je blij dat hij weer doorgaat? Ik vind het leuk dat hij weer doorgaat, ja. Nee, ik heb een mooie anekdote voor je. Jan Jans is onze eerste gast. Ik wilde hem aangeven. Ik wou Notendorp zeggen tegen jou. Daar is Jan Jansen geboren. Ik geloof dat hij ook in de gast wil zijn. Nee. Andries. Jij wil ook de gast zijn. Andries wil de gast zijn. Heeft Jan Jans de Tour gewonnen. En dat deed hij op zondagmiddag om 5:30. En toen ik maak even een brugje naar het volgende onderwerp vast. Toen zat ik in de kerk met een man of 20 jongens, allemaal jonge jongens. En we wilden natuurlijk allemaal weten of hij Herman van Springel zou verslaan in de tijdrit. De afsluitende tijdrit. En Jan Jansen kon niet zo goed tijd rijden. Maar goed, we hebben één jongen afgevaardigd. Die ging spijbelen. Die heeft voor ons zitten luisteren, ergens stiekem. En die kwam om 5:30 kwam die de kerk binnen. Jan heeft gewonnen. 38 seconden voorsprong op Herman van Springel.
Jan Jansen, 1968, de Tour. Toch mooi, hè? Hoe en sport en geloof dan bij elkaar. Ja, maar bij wielrennen is dat helemaal zo natuurlijk. Ja. Ja. Dus je moet naar Nooddorp, hè? Wat een ontzettend goed idee, Andries. Ja. Over Nederlanders in de Tour gesproken. Zijn er nog andere Nederlanders die we in de gaten moeten houden dit jaar? Bauke Mollema zou ik zeker in de gaten houden. Kees Bol, sprinter. Er zijn niet veel Nederlandse sprinters nu afgevaardigd in de Tour. Joris Nieuwenhuis zou ik ook opletten. Is een veldrijder. Die mag ineens mee met Sunweb en die gaat de Tour de France rijden. Maar er zijn er maar 7. Dus het zijn niet zo veel. Wout Poels, natuurlijk. Ja, ja. Er zijn er niet zoveel. En we hopen op minder ongeluk. Geluk, hè, dit jaar. Want er was een crash dit jaar bij de... Ja. In de Ronde van Polen. Fabio Jansen, Dylan Groenewegen. Fabio Jacobsen en Dylan Groenewegen. Ja, die liggen er allebei uit. Groenewegen zou overigens de Tour ook niet rijden. Die zou de Giro rijden. Maar denk je ook minder publiek, misschien toch ook minder kans op ongelukken? Nou, kijk, bij die vlakke etappes is het niet zo van belang. En die finish is bij de Tour de France normaal gesproken zo ontzettend afgezet dat allemaal wel goed gaat. In de bergrit heb je natuurlijk vaak die mensen die mee willen rennen. Ja. We zijn 2 maanden later. Het is vakantietijd. Dus ik denk ook dat er veel mensen gewoon aan het werk zijn. Dat er een heleboel mensen niet op die berg zullen zijn. Kan je het helemaal voorkomen? Nee. Maar ik denk wel dat er wat minder publiek langs de weg staat. Tour de France wil graag dat iedereen een mondkapje heeft. Dat iedereen een ontsmettingsmiddel met zich heeft. Geen selfies, geen handtekeningen. De renners houden ook afstand in ieder geval. We gaan het zien. Hoor het al. Je kunt gewoon veel beter thuis televisie kijken. S'avonds. Dan zie je het sowieso heel goed. Ja, dan zie je het sowieso heel goed. Ik ga je missen, Herman. Ja, dit is de laatste keer dat jullie elkaar zien. Hè? En dan 3 weken lang alleen op verre afstand. Ja. 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 Sterkte. En kijk nog even goed naar je. Ja, iedereen sterkte. Dank je wel en succes. Vorige week verscheen het boek Kerk in tijden van corona. Door corona moesten kerken hun deuren sluiten.